en goede avond, kijkers. Robert Poulet heeft ons na de eerste uitzending van dit programma in het voorjaar nog schriftelijk volgende verduidelijkingen medegedeeld. Hij ontkent dat zijn weggaan bij Le Nouveau Journal in januari 1943 door het verloop van de oorlogskansen zou ingegeven zijn. Tot zijn vertrek werd hij volgens hem genoopt omdat hij toen de door hem gestelde 4 voorwaarden in de krant niet tot uiting kon brengen. De grellen, toegejuicht door de algemene directeur van Le Nouveau Journal, Paul Collin, had volgens Poulet vooral het principe van de onafhankelijkheid en de integriteit van België in het gedrang gebracht. Toen Poulet daarop wilde antwoorden, werd hem zulks door Collin en de Duitsers verboden. Daarop zou Poulet Le Nouveau Journal hebben verlaten. Na zijn vertrek stuurde Poulet nog een verklarend artikel naar zijn vroegere krant, waarvan hij nochtans de politieke directeur en hoofdredacteur was geweest. Ook deze uitleg werd door Collin geweigerd. Had Le Nouveau Journal in januari 1943 mei mijn principes laten verdedigen, aldus Poulet, dan was ik zeker tot het einde gebleven. Poulet meldde ons nog dat hij zijn standvastige houding van toen zonder enige toegeving aan onder andere Robert Capelle en Jacques d'Avignon omstandig heeft uiteengezet. Het bewijs dat hij niet aan kazakdraaierij heeft gedaan, ziet Poulet in het feit dat hij achteraf nog artikelen heeft gepubliceerd in Franse uitgesproken collaboratiekranten zoals La Révolution Nationale, bij ons weten een dagblad dat het Vichy-regime door dik en dun heeft gesteund. Jean Gérard had beter gedaan eraan te zwijgen, schreef Poulet ons nog. Gérard's naam kwam volgens Poulet oorspronkelijk voor op de lijst van redacteurs van Le Nouveau Journal, die Poulet werd voorgelegd. Eind september 40 kwam Collin hem verklaren dat hij, Collin, de naam van Jean Gérard had geschrapt, omdat deze hem had laten weten dat hij zich alles wel beschouwd om persoonlijke redenen terugtrok, maar dat hij de ploeg van Le Nouveau Journal alle geluk en succes toewenste. Zulke hartelijke wensen kwamen eveneens van Robert Delmarcelle, die na de oorlog tijdens de koningskwestie de zaak van Leopold III in La Libre Belgique zo vurig heeft verdedigd. Volgens Poulet trok Delmarcelle zich eveneens terug, maar dan om gezondheidsredenen. Volgens Poulet hebben niet minder dan een 40-tal journalisten zich aangeboden om bij Le Nouveau Journal in dienst te treden, onder wie redacteurs van onder meer Le Peuple, La Libre Belgique, La Nation Belge en La Meuse. Onder diegenen die zich met aandrang in 1940 bij Le Nouveau Journal aanboden, waren er ook enkelen die na de oorlog behoorden tot de grote zuiveraars van de pers, aldus Poulet. Op Poulets beslissing om bij Le Nouveau Journal in dienst te treden heeft Hendrik de Man, tenminste volgens Poulet, bepaald invloed gehad. Van bij zijn terugkeer te Brussel, begin augustus 40, heeft Poulet verscheidene gesprekken met de man gevoerd, tijdens welke de socialistenleider hem vertrouwelijk mededeelde welke stellingen en oordelen koning Leopold voorhield. Deze gegevens hebben volgens Poulet ertoe bijgedragen om het aanbod van Collin in principe te aanvaarden. Daarna hebben de uitspraken van koningssecretaris Capelle de doorslag gegeven. Dat Poulet zich tenslotte achter de koning en Capelle zou verscholen hebben, ontkent Poulet stellig. In zijn oorlogsartikels heeft hij nooit naar de koning of diens secretaris verwezen. Aan de magistraat die het onderzoek voerde, heb ik over alles onmiddellijk maar vertrouwelijk verslag uitgebracht, aldus Poulet, doch tijdens de zittingen van de krijgsraad en het krijgshof, die nochtans het volledig dossier in handen hadden, alsmede tegenover het publiek en in de pers, heb ik niet eenmaal de naam van de koning uitgesproken. Zelfs ter dood veroordeeld, zelfs onder de rechtstreekse bedreiging om gefusilleerd te worden, heb ik het zwijgen bewaard om de zaak van de koning geen schade te berokkenen. Aldus besloot Poulet zijn schrijven dat wij van hem mochten ontvangen. En tenslotte, om de figuur van Poulet nog beter te typeren, nog dit. In talrijke artikels die ondertekend door Poulet in Le Nouveau Journal verschenen, maakte deze de lof van de vrijwilligers van het Waals Legioen, van hun verdiensten en hun vaderlandsliefde
en riep hij voor hen en hun chefs de bescherming van God in. De kruistocht tegen het bolsjevisme had immers volgens Poulet de westerse beschaving gered. Poulet betitelde de Waalse legioensoldaten als de besten der Belgen. Ze waren volgens hem hoogstaande en eerbiedwaardige mannen, zoals al diegenen die bewust hun leven voor een verheven zaak offeren. Poulet vergeleek de leden van het legioen met de soldaten aan de IJzer in 1418, zoals de legioensoldaten eliteburgers, patriotten bij uitstek. Aldus heeft Poulet door zijn artikels geholpen bij de werving van legioensoldaten, doordat hij in zijn krant voorhield dat zij een vaderlandse plicht vervulden. Bovendien had Poulet als politiek directeur en hoofdredacteur van Le Nouveau Journal in afspraak met de algemene directeur van deze krant, Paul Collin, een absoluut controlerecht op alle in dit blad gepubliceerde artikels. Ook hierin werden menigvuldige oproepen tot inlijving bij het Waals Legioen gedaan en de werving bevorderd. Ook heeft Poulet herhaalde malen in dezelfde zin advies verstrekt over de wettelijkheid en de opportuniteit om bij het Waals Legioen aan te sluiten. Ten slotte heeft Poulet zich in zijn artikels niet alleen uitgesproken ten gunste van een Belgisch fascisme, maar zo publiceerde hij ook in Le Nouveau Journal van de 17 oktober 40 een stuk onder de titel Judaïsme et franc-maçonnerie, Jodendom en vrijmetselarij. Hierin schreef Poulet dat hij het niet op de overwonnen Joden gemunt had, maar hij herinnerde eraan dat hij al sedert 10 jaar had aangedrongen op een statuut voor de Israëlieten in België en dat tijdens de beslissende periode van 1939-1940 een abnormaal aantal diplomatieke redacteurs van Belgische bladen tot het uitverkoren ras behoorden. In dat artikel vermeldde hij evenwel bij naam Lucien Fous als een van de Joden die volgens Poulet tot oorlog en haatgevoelens hadden aangezet. Fous was de vooroorlogse directeur van Le Soir. Poulet heeft tijdens zijn proces aangevoerd dat het niet bewezen is dat zijn artikel ter kennis van de Duitsers is gekomen. Hierbij dient opgemerkt dat tijdens de periode waarin zijn artikel verscheen, namelijk oktober 1940, de Duitse censuur bijzonder streng was en dat toen alle publicaties, en zeker de kranten, onder bestendig toezicht van de Duitsers stonden. Tot zover dan Poulet. Na de eerste uitzending van het zo pas weder uitgezonden programma en achteraf in de pers en ook in de brieven, is erop gewezen geworden dat de houding van koning Leopold III tijdens de Tweede Wereldoorlog wellicht werd beïnvloed door deze van zijn vader, koning Albert, tijdens de Eerste Wereldoorlog. Met andere woorden, dat tussen beider optreden enig parallelisme valt waar te nemen. We zijn te rade gegaan bij mevrouw Marie-Rose Tielemans, departementshoofd bij het Algemeen Rijksarchief, die samen met de heer Emile van de Woude de auteur is van het werk Le Roi Albert au travers de ses lettres inédites, 1882-1916, koning Albert zoals hij uit zijn onuitgegeven brieven naar voren treedt. We hebben mevrouw Tielemans gevraagd een vergelijking te maken tussen het optreden van koning Albert tijdens de Eerste en dit van koning Leopold tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zie hier wat ze ons schreef. In de eerste plaats wordt verwezen naar een opvatting over de geschiedenis volgens welke de wereld sedert het ontstaan van de mens en tot het einde der tijden wordt beheerst door zogeheten leidende mogendheden en volkeren. Nadat Frankrijk tot 1870 de 9e leidende mogendheid was geweest, werd het opgevolgd door de Angelsaksers. Volgens mevrouw Tielemans waren zowel koning Albert als koning Leopold III aanhangers van dit beginsel, met het gevolg dat het Belgisch leger zich tijdens de twee wereldoorlogen naar de Belgische kust heeft teruggetrokken en dat geen vertrouwen in Frankrijk werd gesteld. In de tweede plaats, wat het bevelhebberschap over het leger betreft, oordeelt mevrouw Tielemans dat zowel koning Albert als koning Leopold effectief het leger hebben bevolen, daartoe bijgestaan door hun militaire raadgever, respectievelijk generaal Gallet en generaal Van Overstraten. De stafchef en de minister voor oorlog of landsverdediging vervulden praktisch geen enkele rol bij het nemen van de strategische beslissingen. Het Belgisch leger streed enkel op nationaal grondgebied, nam geen deel aan de grote offensieven, was nooit aan buitenlands bevel onderworpen. In de derde plaats, in verband met de capitulatie,
heeft koning Albert bij de val van Antwerpen willen capituleren. In heftige strijd met zijn regering trouwens. Leopold heeft eveneens in heftige strijd met zijn regering gecapituleerd. Beiden hebben volgens mevrouw Tielemans geoordeeld dat het leger moest capituleren aangezien het zijn plicht had gedaan en onmogelijk nog op nationaal grondgebied kon weerstaan. Zulks was voor beide vorsten een gevolg van de overweging dat België slechts een neutraal land was dat zich verdedigde. België was volgens Albert en Leopold III geen geallieerde van Frankrijk en Groot-Brittannië die België ter hulp waren gesneld. België had geen enkele verplichting tegenover beide mogendheden. De oorlogsdoeleinden van ons land waren verschillend van deze der geallieerden. Deze opvatting was tegengesteld aan deze van de regering. Vandaar het geschil tussen koning Albert eensdeels en de ministers de Brockeville en Beyens anderdeels en tussen koning Leopold aan de ene en Pierre Loo aan de andere kant. In de vierde plaats was de capitulatie volgens mevrouw Tielemans een gevolg van de overtuiging van beide vorsten dat Duitsland de oorlog had gewonnen. Koning Albert heeft dit duidelijk in 1915 verklaard. De houding van koning Leopold heeft zulks bewezen. Duitsland moest bij gevolg ontzien worden. In de vijfde plaats hebben beide vorsten volgens mevrouw Tielemans geoordeeld dat het binnenlands verzet niet mocht gesteund worden. Koning Albert schreef in 1915 een brief aan kardinaal Mercier, een brief die evenwel nooit ter bestemming kwam, waarin Albert trachtte te doen inzien dat niet aan hardnekkig verzet mocht gedaan worden, zelfs wanneer men het goed recht aan zijn zijde had, want in zulke feitelijke toestand, dit wil zeggen het Duitse overwicht, zou dergelijk verzet de Belgische belangen miskennen. Volgens mevrouw Tielemans heeft Leopold III het verzet niet gesteund. In de zesde plaats hebben koning Albert en koning Leopold buiten het weten van de regering om contact met Duitsland opgenomen. Koning Albert onderhandelde met Duitsland in 1516 buiten het weten van de regering om. De besprekingen op initiatief van de Duitse keizer werden in het grootste geheim gevoerd door Waxweiler, privéraadgever van de koning, en graaf Teuring, schoonbroer van koning Albert. Koning Albert heeft nochtans wegens te vergaande eisen van de Duitsers een voorwaarde uiteindelijk niet aanvaard. Koning Leopold heeft van zijn kant Hitler te Berchtesgade ontmoet. Beider doel bestond erin te vernemen welk lot door Duitsland aan België zou toebedeeld worden. In de zevende plaats hebben Albert en Leopold ontkend dat de koning geen politieke verantwoordelijkheid zou dragen. Ze hebben zich volgens mevrouw Tielemans en zulks in strijd met de letter en de geest van de grondwet volledig verantwoordelijk geacht, zowel op militair als op politiek vlak. In de achtste plaats hebben Albert en Leopold elke militaire, politieke of economische alliantie met de grote mogendheden verworpen. Beide weigerden elke onderwerping aan een grote mogendheid en hebben een overeenkomst met de kleine mogendheden voorgestaan. En tenslotte, in de negende plaats, hebben beide vorsten ons land aan de oorlog willen doen ontsnappen. Koning Albert heeft elke militaire oplossing ter wederverovering van België met de wapens afgewezen om verlies aan mensen en verwoestingen te voorkomen. Volgens mevrouw Tielemans heeft koning Leopold om dezelfde reden de neutraliteit opnieuw ingevoerd. Tot daar de vergelijking tussen het optreden van koning Albert tijdens de Eerste Wereldoorlog en dit van koning Leopold III gedurende de Tweede Wereldoorlog, zoals mevrouw Tielemans, departementshoofd bij het Algemeen Rijksarchief, deze heeft geschetst. Een goedenavond.